Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een first impression video voor jullie. En in de first impression video van deze keer ga ik deze Essential Facing Cleansing Set van de Action testen. Dit is gewoon zo'n set met zo'n gezichtsborstel en er zit ook een gel bij. Dus ik heb deze nu een paar weken in huis en het leek me wel gewoon heel erg leuk om hier een first impression video van te gaan maken. Ik ga in deze video dus deze set testen. Dus mocht je er benieuwd naar zijn, kijk zeker gezellig mee met deze first impression video van de facial cleansing set van The Action. De set die komt dus in deze doos en ik ga hem even openmaken om te laten zien wat erin zit. Zo ziet het eruit. Ik zal even beginnen met deze. Dat zal de borstel zijn die in een hele handige meeneemhoes zit. Ook wel een beschermhoes, vind ik zelf super fijn. Even kijken of ik hem open krijg, dat is wel handig. Het is even een geplus, maar dan heb je hem open. Zo ziet de binnenkant eruit. Ik heb hier een gebruiksaanwijzing, lekker Nederlands. Je moet er zelf batterijen in doen. Er gaan twee AA-batterijen in. Dat zijn deze, die heb ik al klaargelegd. Deze batterijen gaan erin. Die moet je zelf nog even toevoegen. En dat staat er vooral in hoe je die toevoegt. En hoe je dus een borstel erop kunt zetten. Dus dat is wel heel handig. Dan is dit de borstel zelf. Hierin gaan de batterijen dus. Dan heb je hier een knop met twee standen. Stand 1 en stand 2. Waar je mee kunt wisselen wat je zelf prettig vindt. Even kijken, dan hebben we hier een heel zacht borsteltje. Dit is een massageborsteltje deze. En dan hebben we nog twee cleansing brushjes. En dat zijn dus deze. Daar heb je er dus twee van bij. Dus ik heb denk ik gewoon eentje reserve denk ik dan. Dus dat zit er in dit doosje. En ja, dan heb je natuurlijk ook nog deze reinigingslotion. En hier zit 150 ml in. Nu ga ik eventjes. Ik ga eens even de batterijen erin doen. En even kijken hoe dat roteert. Even kijken hoe ik dat een beetje. Het gaat best wel makkelijk. Je krijgt hem best wel makkelijk open, moet ik zeggen. Batterijen plaatsen. We laten een dekseltje. Nou, het begint super simpel. Ik ga er gewoon zo'n cleansing brush op zetten en dan zal ik even kijken. Ja, dan roteert hij gewoon. Dit is stand 1 en dan heb je nog stand 2. Dus dat is super fijn. Het handigste is gewoon om de borstel nat te maken. Dus dat ga ik ook zometeen gewoon doen. Dan ga ik jullie erbij zetten. Ik ga hem hier gewoon even voor neerzetten voor de tafel. En dan ga ik eventjes kijken of dat wat is. En of die mijn make-up eraf gaat halen. Noem mijn huid erna aan. Ik ga de borstel even dopen in het water. Ik weet niet of je dit moet ronddraaien tegelijk. Oké, dan heb ik de borstel vocht. Dan ga ik de lotion erop doen. Ik heb er ook maar even een handdoek bij gepakt. Misschien wel even handig. Leg ik hem daar even op. Even kijken of er nog een beschermkapje op zit. Ik vermoed van wel. Ja. Die er even afhalen. Oh, ruikt wel lekker. Ruikt wel echt heel erg lekker. Dan doe ik de lotion op de borstel. Oh, het is echt wel heel jelly. Het lijkt een beetje op van die slijm.
Het is wel een beetje slijmerig. Een beetje van dat slakkenspul lijkt het wel. Oké, ik heb mijn bril afgedaan en dan ga ik nu kijken hoe dit werkt eigenlijk. Je mag het niet onder je ogen gebruiken. Haar aan de kant doen. Als je oogmake-up haal je er niet meer af, maar... Ik heb hem nu op standje 1 staan. Ik moet zeggen, de borstel is best wel een beetje ruw. Ik heb wel het idee dat mijn make-up er goed mee afgehaald wordt. Ik vind deze borstel dan wel vrij ruw. Dus ik ga nu ook even kijken hoe dat gaat met schoonmaken. Misschien moet je hem ook wel gewoon even in het water houden hoor. Dan moet je hem helemaal niet zo ronddraaien. Je mag hem niet met zeep of alcohol reinigen trouwens. Nou, op zich wordt hij wel... Ja, wordt hij best wel schoon. Hij zag er echt wel heel vies uit. Nou, zo ziet hij er dan uit nadat ik hem heb gereinigd. Nu ga ik ook nog eventjes de massageborstel testen. Want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Je kunt het er ook heel gemakkelijk afhalen. Dat vind ik wel heel fijn. Dus dan zet ik deze er even op en dan ga ik even kijken hoe deze bevalt. Wauw, deze is wel echt heel lekker. Best lekker aan. Bij deze komt er eigenlijk bijna geen vuil van af, dus die blijft vrij schoon. Maar om te kijken of mijn gezicht nou helemaal schoon is geworden met deze borstel, ga ik eventjes met een wattenschijfje en cleansing gel kijken of er nog make-up af gaat komen. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik heb even mijn micellaire uitgepakt, deze van Garnier en een wattenschijfje. Dus we gaan even testen hoeveel er nog van mijn gezicht af gaat komen. Ik ben heel benieuwd naar hoeveel vuil de borstel heeft verwijderd. Sowieso mijn ogen natuurlijk niet. Maar dat is heel logisch, want... Oké, er komt nog best wel wat troep van het watje af, zoals je kunt zien. Dit is vooral bij mijn haargrens en hier, bij dit gedeelte. Ik durfde ook niet te dicht bij mijn haar te gaan, omdat ik gewoon heel erg bang was dat de borstel mijn haren zou roteren. Maar over het algemeen valt me best wel mee wat er nog afkomt. Dat die best echt wel veel make-up verwijdert. Dus eigenlijk... ben ik best wel tevreden over deze borstel. Omdat hij
Ja, deze set die heb ik gekocht voor €3,95. Toen was hij in de reclame. Volgens mij is die normaal €4,95 of zoiets. En het voelt wel echt heel lekker aan. Ik heb echt, mijn huid is echt heel erg lekker zacht. Ik heb ook echt het idee alsof ik een massage heb gehad met deze borstel. Ja, ik had het gewoon op meerdere plekken toch wat langer moeten laten roteren. Dan weet ik zeker dat alles eraf was. Maar het valt me niet tegen wat er uiteindelijk nog van afkwam met het watje. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel erg tevreden over. Dus ik vind het zeker een aanrader. Als je op zoek bent naar een low budget gezichtsborstel, vind ik dit wel een hele goeie. Het was voor mij ook wat lastiger om te zien of al mijn make-up eraf was. Ik had geen spiegel erbij gezet. En omdat ik zonder bril gewoon eigenlijk nagenoeg heel weinig zie, kon ik ook niet zien of dat ik alles goed geraakt had. Dus vandaar dat er bij mij nog wat meer make-up vanaf. Dan was dit mijn eerste indrukvideo van de Facial Clean Set van de Action. Zoals ik dus al zei, ik ben erg tevreden over de borstel. De ronde bewegingen die maakt zijn echt heel fijn. Ook de massageborstel vind ik heel erg lekker aanvoelen. Je krijgt de borsteltjes gemakkelijk schoon. Hij haalt echt het grootste deel van je make-up, haalt hij gewoon weg. En je moet hem gewoon wat langer roteren. Ja, de cleansing gel, ik vind hem een beetje jelly-achtig. Dus of ik daar helemaal fan van ben, dat weet ik niet. Maar goed, dit kun je natuurlijk ook prima met andere gel gebruiken. Ik heb deze nu gewoon gebruikt omdat hij bij de set zit. Maar ja, ik vind hem heel erg jelly. Hij ruikt wel heel erg lekker, maar hij had iets minder jelly mogen zijn van mij. Ook vind ik gewoon de set dat hij in dit doosje zit, vind ik super handig. Want dat is zo fijn met opbergen. Dus ja, ik ben er heel tevreden over. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Als je deze video leuk vond, doe je duimpje omhoog. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en zie ik je bij de volgende video. Doeg!